ik trouwen ging. Een tafel zonder poten en de bel die niet ging. Een theepot zonder duit en die thee die vloog eruit. Een lamp zonder olie en het licht ging uit. Waarom was het nooit wettig? En de rest vertellen jullie zelf maar. Ja. En ze hebben ontzettende lol. Ja, ja. Je ziet het ook anders. Ja, ja. Ken jij dat? Heb jij dat wel eens gedaan? Nee. Nee? Hoe komt dat? Ja, ik kwam door mijn benen. Ja. Je denkt van, ik neem er tijd voor en ik ben heel duidelijk. En dan krijg je een tempo wat voor ons misschien iets aan de trage kant is. Maar je zag bij het groepje dat het heel goed werkte. Jouw eigen hond? Of ja, was een eigen hond. Ja? Ja? Zo, hoe heette die? Tonja. Tonja? Tonja. Zo, is hij oud geworden of niet? Ja, leuk. 17 jaar. 17 jaar, is toch een aardige leeftijd? Ja, ja, ja. 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 Bravo. Ja. Ja. Mooi hoor. Foto. Ja, foto. Ja. Negen kinderen. Negen kinderen waren bij 10. Ja. Maar jullie mochten dus allemaal een uurtje langer opblijven met Sinterklaas? Ja, wel, jawel. Ja? En wat gebeurde er dan? Heel modern. Heel modern. Heel modern. Ik zal het maar meteen geven. Want maar ben jij ook mee? Ja, ik weet niet, cadeau. Je oke staat erop, cadeau. Oh, die had ik willen hebben. De lucht, hè, de pepernoot. Ja, die pepernoot in de lucht. Ja, nee, ik begrijp het. Het is helemaal duidelijk. Even heel hoog. 1, 2, ja. Ja, ja, ja. Hij zit erop, hij staat erop. Ja, staat het erop? Ja, hij staat erop. Maar ik gaf. Mijn vader was niet thuis. En Piep zei de huis in het oor. Ja, heel goed. Met kaartjes en met liedjes. Goedemorgen, de dames. Goedemorgen, lieve heren. Staat je erop? Oké, Vera heeft dus twee kaarten. Is Vera geen kind? Wel. Misschien deze, het is een vrouw. Nee, meneer. Per ongeluk. Natuurlijk, eerst als ik hier ben. Hij zei dan toch nee, maar ik had het niet gezien. Ja, dat is anders niet heel goed. Komt er staan. Ja. Zo niet zo met die Nederlands. Ja. 16 en 27. Willem-Alexander, die per se geen Willem 4 moet worden. Jammer. Dit symboliseert de droom waarin ik goud heb gevonden. En waar ging die droom over? Dat is een lange droom. Ik heb een vriendin geholpen om haar zilveren ketting terug te vinden. Vermoed ik dat het komt van mijn voorgeslacht, van een van mijn grootmoeders of mijn overgrootmoeders uit India, die haar sieradenschat had en dus door de droom de sieraden aan mij heeft doorgegeven. Ik was dolgelukkig, ik voelde me rijk, maar ik zou ze wel gaan verkopen en het geld op mijn bankrekening storten.
weet wel wat ik daarmee wil doen. En toen heb ik dus dit symbool in mijn schatkist gestopt. Want daar gaan we mee verder in de workshop. Als ik iets heb wat ik heel waardevol vind, dan stop ik het in mijn schatkist. Het is gestopt, want anders zou je het misschien vergeten. Ja. Okay. Ook omdat je met kleine kinderen ook vaak met geuren werkt of dingen die lekker aanvoelen of... Nou ja, ik wilde gewoon proberen een soort gesprekje met de ouderen te hebben. Mm-hmm. Dat ze iets kunnen vertellen. Oh, sorry. U bent de mevrouw van de tijm. Heeft u veel met tijm gekookt? Ja, vroeger? In het vlees. In het vlees, ja. Lekker, ja. Heerlijk, hè? Ja. En welk vlees gebruikt u dan? Ossenvlees. Ossenvlees, ja. Het begint met een B. Ja, dan weet ik het niet. Nee? Nog even een snuf. Ja, klopt. Dat er iets ontstaat, of zeg je dan liever met veel stift? Ja, dat soort dingen, ja. Veel gooit het liefst langs water. In de groep zullen waarschijnlijk heel veel mensen zijn die ook al ervaring hebben in het vrijwilligerswerk, of zelfs in de zorg, of met de moeder of vader die aan Alzheimer met dementie werd geconfronteerd. Dus we kunnen ook heel veel van elkaar leren. En ik probeer jullie een beetje als een soort creatieve coach te begeleiden. En mocht nou iemand denken van, ik kan niks bijzonders, ik ben niet bijzonders, dan is mijn ervaring altijd blijkt dat het niet klopt. En dat iedereen iets heeft waarvoor we iets waardevols kunnen doen. Een stuk goud. Nee, is het niet. Oh ja, en hier heb ik wat gedichtjes. Zend hij als troost en als ster is hij er elke nacht. Al kun je hem niet meer voelen, hij is er. Als je de wind voelt, is dat zijn streling voor jou. Als het regen valt, zijn dat zijn tranen voor jou. Al kun je hem niet meer horen, hij is er. Als je naar muziek luistert, is elke toon zijn liefde voor jou, die voor altijd en eeuwig zal zijn. Mooi. Ik heb ook nog wel een hele grappige, maar ik vind het nou wel genoeg. Ja. Wij zijn op ontdekkingstocht. Wij kijken allemaal een beetje allemaal op licht op tafel. Een beetje gegeven. Ja. Denk je dat dit gaat lukken? Dat het werd overgenomen, hè? Dat jullie wel met het materiaal wat ik dan toevallig op tafel had gelegd, maar dat jullie zo helemaal je eigen ding aan het doen zijn. Dus in die zin vind ik dat een hele interessante vraag. Ja, en de trigger moet je even opzoeken. Je moet toch de trigger vinden om mensen eruit te halen. Want we hebben allemaal mooie kleurtjes. Zullen we eens kijken? Blauw of geel. Blauw of geel? Nou, dan een saus maken. Wil je saus maken? En wat voor saus maken we dan? Met wat doen we erin? Kijk of het mooi wordt. Mooi is het ook niet. Mathilde, hoe is het voor jou om als vrijwilliger mee te lopen met al de workshops van Laurien? Heel erg leuk. We hebben ook een hele leuke groep iedere keer bij elkaar. Hè? Het is erg leuk om te doen. Het is zo, ja, het geeft zoveel voldoening. En ik vind de mensen zulke schatjes. Het zijn zulke leuke mensjes. En er zijn er bepaalde typetjes die blijven je gewoon van binnen blijf je bij je houden. Hè? Omdat ze iets speciaals houden. Omdat ze... Ook een dame die bijvoorbeeld, als we aan het begin aan tafel zaten, met een stuk of zes mensen, en dan zei er eentje, ik doe niet mee hoor, ik kijk wel uit, ik doe niet mee. En toen dacht ik, nou, jou moet ik hebben. En verdraaid, het bleek gewoon dat ze zo blij was met de kaarten die ze gekregen had, en het briefje terugschrijven. En ja, echt geweldig. Het is zo'n leuk werk. Kijk eens even hoe dit toetje. Kunnen we die nog? Je bent zo lief en vanaf. Oh, precies. Ja, dat kan wel.